Zo, goedenavond. Fijn dat u er bent. Ja. Had u misschien suiker in uw thee gewild? Ah, dank u wel. Voordat we beginnen, zou ik graag even kort willen toelichten wat het doel is van het gesprek vanavond. Ik zou graag even met u willen kijken naar de voortgang van uw dochter. Ja. Ik wil even met u kijken naar wat er goed gaat, wat er misschien iets minder goed gaat, wat we daar eventueel aan kunnen doen. En ik wil met name eventjes praten over haar taalvaardigheid. Oké. Zijn er nog andere dingen waar u over wil praten? Nee. Is goed. U vertel. Oké, mooi. Nou, allereerst wat goed gaat. Uw dochter is een ontzettend intelligente meid. Ze heeft echt heel, heel veel potentie. Ja, ze werkt heel hard. En wat me ook opvalt is dat ze heel precies is. Ze is echt een perfectioniste in de positieve zin van het woord. Ja. Als zij een opdracht maakt, dan kijkt ze die zelf altijd heel erg goed na. Ze wil ook graag van mij weten wat er eventueel nog beter kan. Ik merk dat ze goed om kan gaan met feedback. Ze stelt hele goede vragen. En wat ook fijn is, is dat ze andere leerlingen ook helpt als die het een beetje moeilijk hebben. Ja. Ja, herkent u dat? Ja, zij helpt altijd. Ook in de huis. Zij is echt heel lief. In de weekend, wij doen samen boodschappen. Ja. Het is heel gezellig. En zij is ook echt heel slim. Ik ben echt blij met haar. Echt. Ja. Echt. Wat fijn. Ja. Intelligent en behulpzaam. Ja. Nou, je mag zeker trots op haar zijn. Dank u wel. Kijk, waar ik even met u naar wil kijken is het volgende. Dit is een taaltaakje waar ze vorige week aan heeft gewerkt. Hoe is dat? Je moet kijken naar de rode streepjes. Ah, ziet u? Ja, ik zie. Kijk, als u goed kijkt, dan ziet u dat ze nogal veel fouten maakt in de werkwoordsvervoegingen, in de verleden tijd. Oh, veel fout. Ja, en dat is op zich natuurlijk helemaal niet zo gek, hè, gezien haar achtergrond. Maar voor haar ontwikkeling is het wel gewoon heel erg belangrijk dat verbetert. Want anders zou het kunnen dat ze alsnog achter gaat lopen. En dat is gewoon ontzettend zonde, want het is een enorm pientere meid. Ja, het is niet goed. Wat kan ik doen? Hoe kan haar helpen? Zij vertelde mij dat jullie thuis niet zoveel Nederlands met elkaar spreken. Klopt dat? Nee, wij praten niet veel Nederlands thuis. Mm-hmm. Nou, ik zie dat wel als een probleem. Oh, is een probleem. Ja, kijk. Als ze thuis niet gestimuleerd wordt om Nederlands te spreken, dan is ze beperkt tot de uren die we er op school aan besteden. En ik ben bang dat dat gewoon echt niet genoeg is. Kijk, ze leert natuurlijk wel, hè, van haar klasgenootjes. Ja. Maar dit soort taalvaardigheid, die leer je vooral door veel te oefenen. Hè, in verschillende situaties, op verschillende plaatsen. Hè, dus zo ook thuis. Ja, veel oefenen. Ja, veel oefenen. Door bijvoorbeeld te schrijven of in een dagboek. Ah ja. Snapt u dat? Een dagboek. Ja. Ja. Ik begrijp, ja. Kijk, het is heel erg belangrijk dat jullie er samen aan werken. Dat u heeft ook echt een voorbeeldrol daarin. Hmm. Kijk, uw positieve stimulans is voor haar ontzettend belangrijk. En vooral ook voor haar zelfvertrouwen. Snapt u dat? Ja. Maar ik kan niet heel goed schrijven. Misschien is het een idee dat u wekelijks haar werk samen doorneemt. Mm-hmm. En dat u dan probeert om dat zoveel mogelijk in het Nederlands te doen. Ja. Ik kan me natuurlijk begrijpen dat dat voor u een enorme uitdaging is. Maar het is voor haar ontwikkeling echt ontzettend belangrijk. Ja, echt belangrijk. Ja, en bovendien kan ik me voorstellen dat dat voor u ook een hele leerzame en prettige ervaring is. Ja. Daarnaast zou het misschien ook kunnen helpen om een schrijfopdracht regelmatig te herhalen. He, dat jullie bijvoorbeeld gaan opschrijven wat jullie samen gedaan hebben in het weekend. Ja, in de weekend. Ja. Ja, en dat jullie dat ook echt samen gaan schrijven. Zou dat een goed idee zijn? Ja, wij maken het samen. Ik vind het echt een goed idee. Nou, fijn. En uiteraard zal ik er in de klas ook goed op letten. Hè? En extra aandacht aan besteden. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we dit probleem met z'n allen aanpakken, dat het echt helemaal goed gaat komen en dat ze het nog ver gaat schoppen. Nou, alles goed. Ja. Super. Is er verder nog iets wat u wilt weten? Had u verder nog vragen? Nee, is alles. Dank u wel. Is heel goed. Nou, fijn. Dan
Ja, dan zou ik willen voorstellen om het hierbij te laten. Hartelijk dank voor uw komst. En ik wens u nog een hele fijne avond. Dank u wel, dank u. Graag gedaan.